Hallo, mein Name ist Baumas. Football ist mein Posse. Ja, danke! Komm auf! Vier Jahre Leeftijd mocht ik van mijn ouders op voetballen. Ik begon op de Bambinos. Vanuit daar ging ik naar de F. En hierna, wegens omstandigheden, heb ik 1 jaar in Hulsberg gevoetbald. Maar nu ben ik weer terug op het oude nest. Binnen de sportvereniging in Nut, RKS Minor, bekleed ik veel rollen. Ik ben scheidsrechter tijdens wedstrijden van diverse teams. Ook zet ik me binnen de club in als grensrechter. Ook dit doe ik bij veel verschillende teams en dat doe ik met veel plezier. Het leuke van grensrechter zijn vind ik de interactie met de scheidsrechter. Je bent verantwoordelijk voor een eerlijk spelverloop en het is de bedoeling dat je de wedstrijd niet nadelig beïnvloedt. Ook ben ik coach van het E-team. Dit zijn kinderen van 8 tot 10 jaar oud. Hiernaast ben ik als voetballer nog actief op het vijfde elftal. Op het veld is mijn favoriete positie ergens in de aanval. Of natuurlijk in de kantine, achter de bar. Maar ja, al het voorgaande weegt natuurlijk niet op tegen mijn grootste passie, Roda JC. Met enige regelmaat bezoek ik trainingen van Roda JC. Dit omdat ik niet kan wachten tot het weekend, zodat ik de jongens een wedstrijd kan zien spelen. Dus neem ik alvast een voorschot door de training te bekijken. We zijn aangekomen bij het belangrijkste moment van mijn week. Ik betreed het stadion. Door mijn lichaam giert de spanning. Wat gaan we dadelijk zien? Ik hoop op 90 minuten lang topvoetbal. Nog een kwartier tot de aftrap. Nog even lachen met mijn vrienden. En dan begint het. De scheidsrechter fluit voor het begin van de wedstrijd. Goedenavond, welkom bij het Parkstad Limburg Stadion in Kerkrade, waar we nu nog een stage Malky, zo! Sanarit Malky, 3-0, hij maakt zijn tweede. We hebben gewonnen, ik ben trots op Roda. Mijn week is compleet.